een nieuwe video. En ik had niet verwacht dat ik nog op de woensdag zou kunnen opnemen. Want ja, voor mij is het nu nog woensdag, waarschijnlijk voor jullie donderdag. Want heel mijn Star Stable deed het niet meer. En een paar van jullie dat ook hadden dat ook op mijn Instagram gezien. Dat die, ik weet niet, ik kon niet inloggen. Ik heb werkelijk geen idee waarom. Maar in ieder geval, ik ben er nu, eindelijk. En ik stond nog bij Pi van de vorige keer. Dus we kunnen meteen verder gaan. En ik heb er heel veel zin in. Dus ja, we gaan verder. Je drankje om onwaarheden te zien is klaar. Net op tijd. Mijn oude knieën hadden het dansen niet veel langer vol kunnen houden. Ho ho. Waarom zegt ze steeds ho ho? Dat is echt irritant. Met het drankje worden je ogen geopend voor de onwaarheden van Yidris. Ik hoop alleen dat je geest het aan kan. Oké. Het is tijd om naar het circus te gaan. Terug te gaan. Justin, ga je mee? Wacht, moet ik zelf over die gammele oude bruggen naar beneden rijden? Misschien kan de heks Saga opnieuw veranderen in een varken. Voor een paar minuten. Maar dan kan ik met jullie meerijden. Erg grappig, Justin. Kom op, je kunt het best. Goed dan, we kunnen dit. Langzaam en voorzichtig, Saga. Ik blijf bij je, Justin, en zorg dat hij veilig beneden komt. Ga maar van Stephanie, we treffen je wel in Noemers Hoogland. Mijn manier, sorry, ik doe eventjes nee. Mijn manier om naar beneden te komen is gewoon vol in het moeras springen, want dan ben je er sneller. Ik ben echt benieuwd naar de nieuwe missies. Zo, dan moeten we daar helemaal heen en... Ik ga lekker de trailer bellen, anders duurt het een beetje lang. En dan de trailer nemen naar Noemers Hoogland. Want ik ben lui. Hier. Ik hoop dat we Concorde eindelijk gaan vinden. Want ik wil weten wat hij is, waar hij is en waarom staat dit er nog. En waarom sta ik bij Steve? Wacht, wat? Ja, maar hallo, dit had ik niet... Kom, ga daarheen. Oh, wacht. Volgens mij kan dat niet, omdat die ene bol er overheen is. Weet je, dat we die naar binnen kunnen. Ja. En ik ben nu Jurvik Shilling aan het verspillen. Dus waarschijnlijk moeten we gewoon rennen. Jammer. Het viel te proberen. Ja, ik had dat kunnen weten eigenlijk. Maar ja, oké. Ik ben er geweest. En... Paard, waarom sta je opeens stil? Snel naar het circus. Oh, wel, ik wil natuurlijk nu wel doodleuk zo rijden, maar ik denk ook niet dat dat gaat lukken. Of misschien wel, ik weet het niet. Ja. Jammer. Zullen we het proberen? Dat is dat zee. Heel leuk op de uitkijk. Hoi zee. Oh, ze staat opeens hier. Oh, oké, is goed. Goed, je hebt het gered. Onwaarheid die echt is. Onrealiteit die waar is. Het klinkt als iets wat Frip zou zeggen. In ieder geval weten we binnenkort wat hij verbergt. Klaar om het drankje uit te proberen, Stephanie? Ik heb het drankje in gelijke porties verdeeld. Laten we het allemaal tegelijk opdrinken. Oké, klaar. Drink maar op. Oké, we gaan opdrinken. Dan moet je helemaal daar gaan staan om het op te drinken. Ik denk dat je ook van je paard af moet. Hé, maar trouwens, je kan die trailer toch gewoon gebruiken, want dat staat niet erin. Of... Oh, ja, laat maar. Dat staat er wel in. Lekker zuipen. Oh, wow, wat een mooi paars vuur. Wow, het is geen muur die ons tegenhoudt. Het is een labyrint. Technisch gezien is het alleen maar een labyrint als er één pad is zonder vertakkingen. Als Yidris ons buiten wil houden, had hij beter voor een doolhof kunnen kiezen.
Oh, ik dacht dat labyrinth alleen meer, hoe zeg je dat, tovenaarsachtig klonk. Gewonnen. Natuurlijk kan het een labyrinth zijn. Het labyrinth heeft vaak een spirituele betekenis. Misschien is het een bewandelen van het pad bedoeld om ons te helpen een soort van begrip te krijgen. Het is zo stimulerend om jouw paard te zijn. Stimulerend. Ik kon nu eigenlijk wel weer mijn paard eigenlijk hebben. In de Griekse mythologie huisvestte het labyrinth van Kreta een verschrikkelijk monster, de Minotaurus. Wat denk je dat we hier in het midden zullen vinden? Niet iets wat zo eng is, hoop ik, slik. Nee, ik hoop het niet. Ik heb een slecht gevoel over dit doolhof. Het is meer een uitnodiging dan een waarschuwing om weg te blijven. Iedereen speelt een spelletje met ons. Ik heb hem nooit vertrouwd. Of ik heb... Ik weet niet... Is dat goed Nederlands? Ik heb hem nooit... Laat maar, we gaan door. Ik heb een slecht gevoel over dit doolhof. Het is meer een... Oh ja, wacht. Ik heb het al... Ik ben er niet echt helemaal bij met mijn hoofd. We hebben geen andere keuze. We moeten het spelletje wel meespelen. Wees gewoon voorzichtig, oké? Oké. Hey, Pandoriaanse doolhof. Navigeer door Pandora met je gaten van het ware zicht. Oh, hinnen. Het lijkt op dat Zilverdoem deze kant niet op wil. Je zult de voet verder moeten. Oh, ben je bang, paard? Je laat me gewoon in de steek. Sorry dat ik je elke keer wegklik. Is het dus... Wow. Wow, wat is dit? Oh, dat is gaaf. Het is echt een soort doolhof. Ja, maar kijk, hier heb ik dus gewoon geen zin in. Die andere weg lijkt me veel gaver. Ik ga deze kant op. Oké. We moeten... Ik weet niet waar we heen moeten. Het is een soort doolhof. En hier staat een paard. Hallo paard. Kan ik hier dan doorheen? Ja. Ik denk niet dat we hier de goede kant op gaan eigenlijk. Of juist wel. Dat het daar dan makkelijk uitziet dat iedereen zo gaat en dat je uiteindelijk toch zo moet. En dat heel Star Stable je gewoon in de maling hangt. Waarom is het zo lastig? Als iedereen zo graag wil dat we bij hem komen, waarom laat hij ons dan niet gewoon simpel erheen komen? Ah ja, laat maar, het is wel grappig. In Doolhoven moet je eigenlijk altijd volgens mij de rechterkant aanhouden en dan kom je er. Oh, nee, nu ook. Concorde. Oh, kijk, er staat Concorde. Denk ik. Hij lijkt op Concorde. Een veulen. Veulen Concorde. Dat vind ik leuk. Kijk, wat schattig. Ik wil jou hebben. Nee, oké, laat maar. Je bent van Anne. Hij ziet er zo bang uit. Ik moet proberen hem eruit te krijgen. Probeer Concorde uit de circuskooi te bevrijden. Dat gaan we doen. Ja, maar kleine dwerg, hoepel maar weer op, oké? Want ik heb jou niet uitgenodigd. Je maakt onze ster van streek. Dat zal meneer Jidis niet leuk vinden. De voorstelling begint, paardendame. Meneer Jidis wacht op je in de grote tent. Geen getreuzel. Oké, waarom wacht hij op me? En Concorde is weg. Wat? Oké. Maar waarom houdt Jidis Concorde vast? Misschien weet hij niet dat het Concorde is. Laat maar. Dat denk ik wel. Hij staat er echt heel eng. Die muziek is ook best eng. Nou, oké, hallo. Ik heb op je gewacht, Stephanie. Hoe wist je überhaupt dat ik kwam? Zullen we maar beginnen met de voorstelling? Voorstelling. Dat is Frans. Met dame et monsieur. Of zoiets. Ik kan niet heel goed Frans. Let niet op mijn Franse uitspraak. Dit is het moment waarop jullie allemaal hebben gewacht. Mijn circus der dromen zal wonderen vertonen. De voorstelling die echt alles zal doen verbleken. Jullie hadden op de eerste rij kunnen zitten, maar jullie wilden per se de verrassing bederven. Nee hoor, we willen Concorde bevrijden. Laat Concorde vrij. Zeg ons wat je wilt. Ik zeg het maar één keer. Werk mij en mijn vrienden niet tegen.
Tegenwerken, mon chérie. Ik wil alleen maar wonderen in je wereld brengen. Dat hoef je niet te doen. We smeken je, laat Concorde gaan. Hij is een heel bijzonder paard die bij een vriendin van ons hoort. Vertel me eens wat meer over die vriendin. Ze heet Anne, ze is dapper en sterk en ze heeft onze hulp nodig. Ze zit gevangen op een verschrikkelijke plek. Een verschrikkelijke plek. Een verschrikkelijke plek. Vertel me eens wat er zo verschrikkelijk is aan Pandoria. Hoe weet hij dat nou weer? Hijg. Snap je het dan niet? Wat mensen Garnok noemen is een Pandoriaanse kracht die bellen... Nee. Just. Nee. Gewoon nee. Laat mij dit maar afhandelen. Pandoria is de thuisbasis van een groot kwaad dat onze wereld dreigt te vernietigen. De kracht waarmee je speelt is veel gevaarlijker dan je je kunt voorstellen. Toen was hij stil. Bahahaha. Kleine vlooien, jullie weten er helemaal niks. Doe eens even aardig. Pandoria is de wereld die wordt bedreigd. Dit grote kwaad waar je het over hebt werd verbannen naar mijn huis. Jouw huis, komt er uit Pandoria. Wow. Wow. En jij durft ons verschrikkelijk te noemen? Ja. Maar over één ding had je gelijk. Het doek moet vallen voor jouw wereld, zodat mijn thuis kan overleven. Dus hij wil gewoon zijn thuis terug. Pandoria. Waarom zou hij daarin willen wonen? Het zal wel. Wat ga je met ons doen? Dit is een circus, nietwaar? Ik ga jullie vermaken. Oké. Oké. Hey paard, je bent er weer. Je leeft nog. Nou, ik heb zo'n idee dat ik er af moet blijven. Dus laten we er maar af blijven. Toen stond iedereen opeens weer daar. Of stonden ze altijd al daar? Het zal wel. Vergeef me, mijn liefje. Noem me alsjeblieft niet liefje. Ik vind je eng, oké? Ik wil niks met je. Ik beloof dat het geen pijn doet, niet veel tenminste. Wat bedoel je daarmee? Win de geweldige Hides race of blijf voor altijd een paard? Oh, je moet op je paard zitten. Dan denk ik een keertje dat je eraf moet. Omdat dat 9 van de 10 keer zo is en dan moet je erop zitten. Oké. Oké. Waarom? Ik snap hem echt niet. Maar oké. Ja. Het ziet er wel cool uit. Een paard in jezelf. Vandaag presenteert de geweldige Hydris voor één keer een paardenrace zoals je nog nooit hebt gezien. Hij is eng. Mag ik jullie voorstellen aan... Charlotte. Stephanie. Waarom heet een paard Stephanie? Chloe. Of Chloe. Ik weet het niet. Loretta. Loretta? Wat zijn dit, de Bobcats? En tot slot, Stephanie. Wat? Wat is dit? Klopt dat? Stephanie? Hij heeft ons gewoon getransformeerd in paarden, samen met de Bobcats. Kijk, ik zie er wel mooi uit, dat wel. Nou ja, oké, laat maar, het valt wel mee. Wie mijn race wint, kan weer een mens worden. De anderen zullen voor eeuwig een paard blijven. Maar dan moeten de Bobcats voor altijd een paard blijven, aangezien ik waarschijnlijk moet winnen. Wat is dit? Er komt een nieuwe deelnemer aan. Nee, dat is Zee. Oh god, ik wil dat paard echt hebben. Die vind ik mooi. Voilà, bekijk haar ware kleuren. Laat de race beginnen. Oké. Okay. Ja. Ja, die kan ook. Echt geweldig. Ik klik deze even weg. Oh ja, oh god, het begint goed hoor. Waarom allemaal kleine paardjes? Ja, maar kijk, dit ga ik dus nooit meer winnen. Beter brengt Star Stable deze paarden even in het echt uit, want... Ik ga veel harder. Het is een vorm van een Lusitano. Het ziet er wel cool uit. Maar ik wil niet voor de Bobcats dat zij voor altijd een paard blijven. Dat vind ik eigenlijk een beetje zielig. Of zo. Oh, wow. Oh, paard, kom, rennen. Hup, 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 hup. Je leeft, of wacht, dat ben ik zelf. Stephanie, rennen. Het kasteel. Oh, oh, ja, dat... Oh, dat, daar ga je langzamer van. Oh. Oké. Waarom doet iedereen dit met ons? Creep.
Oh, dat is een hele grote faal. Kom, ik wil het nu niet verpesten, want... Hoe lang gaat dit nog duren? Oh, wat? Oh ja, dit is ook prachtig. Wat mooi. Oké. En dit is het einde, denk ik dan. Trouwens, ik wil dit paard blijven, want ik vind het paard mooi. En Concorde staat daar. Oh nee. Even kijken hoe mooi dit paard is. Ik vind hem geweldig. Een goudkleurig paard. Maar verander me nu maar weer terug. Oké. Dat is beter. Je bent een schitterend paard. Weet je zeker dat je wilt dat ik je terug verander? Nou goed dan. Ik heb het beloofd. Ja, doe maar. Dankjewel. Maar verander de rest alsjeblieft ook terug. Of zo. Arme zee, ik heb haar gewaarschuwd dat je zou vechten. Ik hoop alleen dat haar trots zal genezen van de openingsavond. Wacht. Is zee dan ook eigenlijk een mens? Het zou best kunnen. Wat Loretta en mijn andere sterren betreft, ik ben erg teleurgesteld. Misschien kunnen ze beter dienst doen als paarden in een draaimolen, rond en rond op en neer. Wat? Zou dat niet verrukkelijk zijn? Nee. Ben je in orde? Heb je iets nodig? Een beetje water of hooi? Oh. Ja, maar Concorde is daarin. Mensen veranderen in paarden. Een paard dat brandt met Pandoriaanse energie. Ik weet niet eens meer wat echt is. Ga terug naar de kamer van Frip onder de geheime stinking en overleg met Evergrey. Dus we laten Concorde daar zitten met die creep. Ja, dat kan ook. Als we op het terrein van Hydra zijn, volgt de werkelijkheid zijn regels. We staan machteloos en kunnen het niet stoppen. Het is een schande dat hij ons als vijand ziet. Met zijn hulp konden we Anne in een mum van tijd terugkrijgen. Omdat hij een Fransman is. Hij is een Fransman. Omdat hij een Pandoriaan is. Oh, dat is wel wat anders. In al mijn studies ben ik nog nooit iets tegengekomen dat feitelijke Pandorianen of hun krachten beschrijft. Als we Concorde uit het circus willen redden, moeten we begrijpen waar we tegenaan lopen. Evergrey weet misschien iets. Waar moeten we heen? We moeten naar Vildeel dan, waarschijnlijk. Ik vind het echt zielig voor Concorde. Sowieso ook zielig voor de Bobcats. Dorp Vildeel. Maar ik vind Zee wel echt een heel mooi paard. We weten nu in ieder geval wel waar Concorde is. En dat Concorde nog niet heeft. Nou ja, soort van. Iedereen is dus ook niet echt bepaald een leuk persoon. Zacht uitgedrukt. Snel naar binnen hier zo. Dit is me nog nooit zo snel laat maar. Het is minder dat nog nooit zo snel gelukt. Ik heb hier altijd haast mee ofzo, ik weet niet. Ga je het nog doen? Of... Wow, dat geluid, wat... Oké, dat geluid is ook anders.
Evergrey. Stephanie, Linda, je trilt helemaal. Wat is er? Concorde wordt vastgehouden in het circus. Dit moet ik horen. Zoek het oude dagboek van Evergrey op de boekenplank en lees meer over Pandorianen. Het circus der dromen wordt gerund door een man die zichzelf de geweldige Hydrus noemt. Hij zegt dat hij uit Pandoria komt. Een echte Pandoriaan op Jorvik, wat spannend. Spannend is nauwelijks het woord dat ik zou kiezen, broer. Broer? Oh, broer. Katastrofaal komt meer in de richting. Dat is weer typisch Avalon. Altijd overal het ergste van denken. Hij is ook niet bepaald aardig ofzo. Er is geen zonnige kant, broer. Ongetemde Pandoriaanse energie is al gevaarlijk genoeg. Maar met een intelligente kracht erachter. Die showman kan de werkelijkheid zelf herschrijven. Geschiedenis wordt fantasie. Boven wordt onder. Onze hele planeet wordt een jongleerbal in zijn circus. Ach, het is maar één Pandoriaan. En als zijn vrienden erbij komen. We zijn gedoemd. Gedoemd. Evergrey, ben je Pandoriaan tegengekomen op je reizen? Minder dan ik had gewild. Het zijn teruggetrokken wezens. De enkele die ik zag verstopte zich achter maskers. Maar dan is... hoe heet hij? Bedenken. Hoe heet hij? Nix of zo. In ieder geval, die dwerg. Misschien komt hij dan ook uit Pandoria, want die draagt een masker. Ik schreef erover in mijn dagboek. Nu ik eraan denk, mijn oude dagboek moet hier in Frips kamer liggen. Misschien staat er een aanwijzing in hoe we die hier kunnen tegenhouden. Het had ongetwijfeld tussen fictie. Jouw sterke verhalen zouden Marco Polo doen verbleken. Dit is waar, in alle opzichten die er toe doen. Stephanie, wil jij op de boekenplanken zoeken naar mijn dagboek? Ja hoor. Over een uurtje ben ik terug. Oh. Een woordenboek, wie gebruikt die tegenwoordig nog? Als Frip wakker is, zal ik hem vertellen over het internet. Moet je de broek naar Evergrey brengen? Nee. Maar dat is wel grappig, dat je uit elk boek echt kan kiezen. Een groot woordenboek hoeft ook niet. Dan moeten we een dagboek vinden. Een pelgrim in Pandoria. Een pelgrim, dit moet het dagboek van Evergrey zijn. Ja. Nu zijn we iets op het spoor. Oh, dat is hem. Eens even kijken. Kristalgrotten, schaduwzoekers. Ik weet dat ik hier ergens, dat het hier ergens in staat. Als je die pagina ziet dat volgeschreven met je opgeblazen verhalen over je moed, zou het niet zo moeilijk zijn om de belangrijke zaken te vinden. We hebben haast geen tijd meer. Dat is altijd zo leuk in met Storyquest. Zeg, we hebben haast geen tijd meer. Maar voordat het andere deel uitkomt, is het alweer 2 maanden later. Tijd. Dat is het, Avalon. Je bent briljant. Oh, is dat zo? Ken je de theorie van de pijl in de tijd? Ja, die ken ik. De astronoom Arthur Eddington veronderstelde dat tijd in principe uit één weg bestaat. Altijd vooruit, nooit terug. Precies, Linda. Of anders gezegd, entropie. Denk entropie. In onze wereld is entropie een feit. Dat is in Pandoria niet het geval. In Pandoria bestaat er geen begin of einde. De pijl van de tijd is daar niet van toepassing. Tijd is voor hen een vloek. Giftig zelfs. Hydrus moet een manier hebben gevonden om een soort ruimte te creëren waar de tijdseffecten worden verminderd. Net als de geheime steenkring. Precies, en zolang Hydrus in die ruimte is, kan hij de werkelijkheid naar zijn hand zetten. Zelfs de kracht van de Soul Rider kan de onwerkelijkheid niet bestrijden. Dan is het een hopeloze zaak, tenzij je Hydrus naar een andere plek brengt. Niet als de tijd aan onze kant staat. Hier, hehe, ik ben ook slim. En nu? Oh. Het pelgrimspad heropenen. Oh, wacht, ja, dat moet ik nog steeds doen. Luiheid. Maar is het nu serieus gewoon klaar? Zonder wordt vervolgd of zo? Niet eventjes iets zeg ter afsluiting. Nee. Nee. Oké. Nou ja, dan is het klaar hier. Concorde zit nog steeds vast. En het duurt waarschijnlijk een paar maanden voordat de nieuwe deel uitkomt. Dus die blijft er wel even zitten. Gezellig. Maar ja, dan was dit het, denk ik. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Doei!